24 suikerklontjes zitten er in een blikje cola. Slecht dus voor de gezondheid. Op het Clusius College in Schagen kunnen de leerlingen nu kiezen voor een veel beter alternatief. Drinkwater. Een blauw waterlintje. En nu het officiële moment dat jij dat lintje door hebt. 1, 2, 3. Oké. Even vasthouden. Hij is stroomvol. Fantastisch. Hiermee is officieel ons waterkampioen geopend. Wethouder Wim Lonk, hoe smaakt het water uit dit nieuwe watertappunt? Nou, dat smaakt prima. Het is net water. En het is lekker koel. En wat natuurlijk heel belangrijk is, dat het hygiënisch ook verkregen kan worden. Ik heb begrepen dat in de wc's en zo het niet mogelijk is om een bidon eronder te zetten. En ja, met dit tappunt kunnen ze er makkelijk bij. En kan het ook allemaal een beetje netjes schoongehouden worden. Hoe belangrijk is het dat kinderen leren gewoon water te drinken? Ja, ik denk ontzettend belangrijk. Nou, sterker nog, mensen weten vaak niet hoe slecht die frisdranken zijn en hoeveel suikers daarin zitten en zo. En dat is denk ik onderdeel van het bewustwordingsproces waar het Clusius College heel goed mee bezig is. Die heeft ook een gezonde schoolkantine en zo. Maar die wijst er ook op dat in cola 12 suikerklontjes zitten of zo. En dat zijn goede dingen. En als alternatief moet je dan toch water makkelijk bereikbaar maken. Nou, door deze bidons uit te reiken, maar ook het tappunt, hopen we dat een beetje te bereiken. Vandaag op het Clusius. Volgende week, heb ik begrepen, gaat u naar een basisschool toe om iets vergelijkbaars te doen, hè? Ja, nou, we zijn al heel veel bezig als gemeente. Want we zijn ook al bij kinderopvanginstellingen geweest. Waar we allemaal bidons hebben uitgereikt. Om maar aandacht te vragen voor het water bereikbaar te maken. Er zijn ook scholen al, daar kun je dus in de klas zelf kun je ook water tappen en zo. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. En het gaat om het gesprek op gang te brengen. Want dat is eigenlijk de intentie die wij als gemeente hebben. Van denk er eens over na. En pak niet klakkeloos frisdranken. Maar ja, geef als alternatief ook andere dingen aan. Dit is heel belangrijk. Ook voor de ontwikkeling van de leerlingen. Het welbevinden van de kinderen. We merken steeds vaker dat water is een hot item aan het worden. En dat mensen ook steeds vaker gebruik maken van water. Waterbidons, waterflessen enzovoorts. En tot nu toe moesten de leerlingen dat uit het toilet halen. En dat vonden wij niet zo hygiënisch. Dus toen zijn we overgestapt naar een echt watertappunt. En dat hebben we vandaag feestelijk geopend. Wat je hebt kunnen zien. En leerlingen maken er nu al gebruik van. Want water is goed voor een mens, maar een blikje frisdrank, hoeveel suikerklontjes zitten er in een blikje cola? Ja, dat is onderzocht door onze leerlingen van de Lea 3, want de Lea 3 runnen ook het kantineproject bij ons. En daar hebben ze onderzocht in verschillende frisdranken. En in een flesje cola zit, en dan moet ik heel even spieken, iets van 23 suikerklontjes. En dus is dat niet goed? En dat is niet gezond, nee. Dit is niet het enige wat jullie doen om kinderen bewust te maken van een gezonde leefstijl, mag ik het zo zeggen? Ja, we zijn dus bezig met voeding. Wat ik al zei, we hebben het kantineproject. Leerlingen verzorgen dat een week lang. En verkopen er ook gezonde producten, dus broodjes gezond, veel fruit, smoothies gemaakt van fruit, frisdranken waar geen of nauwelijks suiker in zit en ook speciale watertjes. Maar goed, dit is natuurlijk net zo gezond, want dit is gezond kraanwater. Dus voor een broodje frikandel hoef ik niet op het Clusius College te zijn? Dat gaat je niet lukken hier, dan zou je ergens anders naartoe moeten. Ja. Succes met het project. Dankjewel.